Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals jullie misschien aan de titel hebben gezien, heb ik vandaag weer een zussentalk. En met mijn zus natuurlijk. Of course. Dus niet echt mijn zus, nee. Maar misschien nieuwe mensen. Iets wel als mijn nichtje, beste vriendin, maar noem ik altijd zus. We zijn als zus opgegroeid. Ja. Gewoon, ja, zo dat. Voelt het. Zo voelt het. Ja, en we gaan dus een zussentalk doen als je de eerste video niet hebt gezien. We gaan eigenlijk al jullie meidenproblemen behandelen. Ik heb jullie op Instagram gevraagd om ja, gewoon of onderwerpen of echt een persoonlijk verhaal te sturen. Ik heb ook al eentje gekregen. Ja, dus dat is super leuk en die gaan we beantwoorden, gaan jullie helpen. We zijn totaal niet expert. Nee, maar het is gewoon meer om te laten weten dat je niet enig bent met sommige dingen. En bijvoorbeeld mensen zitten met dingen te vragen. Dan, ja. Of bijvoorbeeld toen wij bijvoorbeeld 15 waren, hoe wij dat hadden gedaan. Ja. Of mensen om ons heen zagen. Of misschien durf je niet aan je moeder te vragen. Of niet aan je met je beste vriendin te bespreken. En dan kun je dat bij ons doen. En wij houden van praten, wij houden van kletsen. Dus dat kunnen we ook gewoon lekker goed. Ja. Dus daarom deze video. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Hier blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Isabel heeft zelf ook een YouTube kanaal. Dus vergeet ook zeker voor niet... mijn bedrijf. Ja, voor Labella, Shira het bedrijfje. Ja. Dus vergeet zeker niet die ook te kijken, checken. Link staat in de beschrijving. En ons volg op Instagram. Mijn is @sarahvanloort en jou Isabella DH _. Dus vergeet ons zeker niet te volgen. Ik denk misschien wel leuk om met een groot verhaal te beginnen misschien. Ja. We hebben zoveel invragen, we kunnen helaas denk ik niet alles doen. Nee, echt lang niet. Voor de zussentalk. Mijn vriendin snapt telkens met de jongen die ik leuk vind. En ze zegt dat het niets is. Maar alsnog vind ik het echt kut. Alleen durf ik het niet te zeggen, want ik heb niks met hem. Dus zeg maar, je vindt eigenlijk als vriendinnen dezelfde jongen leuk. Maar, dat ligt eraan of dat meisje... Dat jij ook leuk vindt. Ja. Dat die vriendin. Zeg maar, snapt jouw vriendin met hem gewoon als omdat vrienden? Of. Ik zou het gewoon. Ik zou het gewoon zeggen. Ik zou het gewoon zeggen. Ja, maar wij zijn misschien zo. Ik zou gewoon zeggen van. Ja, ik vind hem leuk. En. Vind jij hem, vind jij hem ook leuk? Inderdaad. Maar stel, je vindt hem allebei leuk. Dan ben je echt een lul. Ja, dat is heel kut. Ja, maar. Ja, ik zou het denk ik gewoon zeggen tegen je vriendin dat je hem leuk vindt, dat je het niet zo leuk vindt. Als hun echt. Zeg maar heel veel contact. Ja, en hoeveel contact heb jij met die jongens? Ja. Zeg maar, vindt hij jou ook leuk? Is dat echt uitgesproken naar elkaar? Of weet hij dat niet eens? Nee, dan kan hij het ook niet weten. Nee, zeg maar. Ze weten er al bij niks van. Maar het is echt belangrijk om gewoon te blijven communiceren. Ja, ook wel eens moeilijk. Ik zou het gewoon aangeven. Ja, zou ik ook doen. Hey Saar, ik heb sinds begin corona een jongen leren kennen. Hij was echt super lief. Rond de zomervakantie kregen we ruzie en dat vond ik heel kut. Sinds september zijn we weer heel erg goed bevriend met elkaar. We belden elke dag en het was super leuk. Met nieuwjaar belde hij mij en zei ja, gelukkig nieuwjaar en het was echt heel lief. Maar sinds midden januari hebben we geen contact meer. Hij had voor mij een tijdje mijn Snap-account. Ik vond dat niet leuk en wilde hem graag terug. En had dat ook tegen hem gezegd, maar telkens zei hij dat hij hem terug ging geven. Uiteindelijk heeft hij hem wel teruggegeven en dat ik me snel mijn wachtwoord veranderd. Hij was boos en heeft me nu op alles geblokt, behalve in zijn DM. Soms stuur ik nog wel dingen naar hem, maar hij negeert telkens. Ik denk dat ik hem moet vergeten, maar ik weet niet zo goed hoe. Hebben jullie tips? Let me know. Holy shit, hij is echt toxic. Ja, dat is wel echt ziek. Als jij iemands account moet hebben, dan dat is al niet goed. Je moet niet op elkaars dingen zijn ingelogd. Dat vind ik sowieso... Moet je het eigenlijk nooit doen, ook al vertrouw je diegene 100%. Niet doen. Weet je, krijg je dit soort dingen mee. Dingen vinden dat je niet wil vinden, wat bijvoorbeeld totaal uit context is. Wat je denkt van, wat is dit? Ja. Druk mij niet alsof er niks aan de hand is. Nee, en hij, inderdaad, het was natuurlijk... stel je gaat uit elkaar, je hebt die dingen van elkaar, dan gebeuren dit soort dingen. Dan gaat het dan... Maar ik zou hem echt skippen. Vergeten. Ja. Als hoe moeilijk het ook is. Maar sowieso dat iemand zoveel controle over jou wil, dat dan gaat het al niet goed. Dat gaat op lange termijn gaat het niet goed. Nee. Dus dat zijn echt red flags, gewoon een rode vlag van nee, gewoon niet. Nee, inderdaad. Maar als je geen heel leuk vindt, is het moeilijk om... dan accepteer je het liefst alles. Ja, en ook als je vragen aan hem wilt stellen en hij reageert niet, dat lijkt me ook moeilijk. Ja, nee. Maar je moet gewoon... En tips om over iemand heen te komen, daar hebben we het vorige video ook al over gehad, is letterlijk jezelf tijd geven en een beetje afleiding proberen te zoeken. Ja. Dat is echt, er is niet een wonderbaarlijke tip van als je dit doet, dan kom je van iemand af. Nee, dat is er gewoon niet. Maar het bestaat niet. Verschilt het ook. Er is niet 2 dagen over en die zitten 3 maanden mee. Ja. Of een half jaar, of een jaar. Ja, dus dat is zo, er is niet een gouden tip, helaas. Nee.
En iedereen werkt anders. Het enige wat helpt is tijd. En hoe lang dat bij jou is, dat verschilt per persoon. En wat je in de tussentijd kan doen, is gewoon ja, aan jezelf werken. Ik bedoel, ga van jezelf houden. Ga voor jezelf leuke dingen doen. Of met vriendinnen. Of... Ja. Dus dat gewoon. Ja. Nou, dit is niet echt een vraag voor ons, denk ik. Maar dit is denk ik wel waar veel mensen mee zitten. Hoe gaan jullie om met het voor jezelf opkomen in een relatie? Ik denk dat best wel vaak jongens, zeg maar, een soort de baas kunnen spelen over een vriendin. Ja. Maar bij ons is dat juist andersom. Ja, ik kan echt niet voorstellen dat een jongen tegen mij zegt... ik wil niet dat je dit doet en dat ik het dan ook niet doe. Nee. Maar zo zijn wij gewoon niet. Nee. En ik denk dat dat heel erg karakter is en gewoon hoe je bent. Wij zijn heel erg hetzelfde. Wij doen echt gewoon wat wij willen. Yes. En wij doen niet verkeerde dingen. Nee. Maar wij denken gewoon van, ik ben gewoon wie ik ben. En ik doe gewoon wat ik doe. Ja, ik doe gewoon wat ik wil. En dat is denk ik gewoon hetgene wat je in je hoofd moet hebben is... Als je vriend ook van jou houdt, dan moet hij ook accepteren dat wie jij bent, zeg maar. Ja, en als jij iets wil... Ja, moet je dat gewoon doen. Ja. Dan moet hij dat gewoon accepteren. Inderdaad. En ik zie ook wel wat Temptation Island is zo'n koppel, die praten niet, zeg maar. Nee. Die zeggen dat ze niet met elkaar communiceren. Ik denk van ja... Hoe kun je dan een relatie hebben? Je moet gewoon echt... Ja, gewoon communiceren. Voor jezelf opkomen. Gewoon zeggen van... Als hij zegt... ik wil niet dat je dit en dit doet. Zeg je maar... Of gewoon, leg gewoon uit. Ja, maar er is bijvoorbeeld niks aan de hand. Stel het gaat over een feestje of iets. Ik heb gewoon mijn vrienden daar. Desnoods ga je lekker mee. Weet je, boeien. Leg het gewoon uit. Stel hem gerust. En zeg er is niks aan de hand. Ja, je moet hem gerust stellen. En dan daarna moet je ook gewoon zeggen van... Ik denk aan jou. Maar ik wil wel gewoon, dit is hoe ik ben. Ja. En als je dat niet kan, dan... Ik wil wel gewoon mijn leven. En als jij, jezelf gaat wegcijferen in een relatie, dan kan je dat in het misschien begin volhouden. Later maar niet. Wie jij bent, het komt altijd eruit. Op een gegeven moment gaat het vastlopen of stuk lopen, omdat je denkt, ik ben niet mezelf. Want je wilt gewoon natuurlijk jezelf zijn. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je dit zegt. Dat omdat je aangeeft. Wel door hebt van, je moet er ook gewoon voor jezelf opkomen. Ja. Je moet gewoon altijd voor jezelf opkomen in je relatie, maar ook in bij vrienden. Ja. En dat is lastig hoor. Dat is moeilijk. Want soms denk je van, doe ik dan niet te overdreven? Nee. Of weet je wel, stel ik me niet aan? Ja. Maar nee, als jij dat gewoon aangeeft, als jij dat zo voelt, als jij dan het is vindt, het zo. Dan is het zo, ja. Ja. Wat moet je doen als een jongen alleen met je naar bed wil, maar jij gevoelens krijgt? Oeh. Je gaat natuurlijk, hij denkt alleen maar leuk, ik ben met haar, seks met haar heb. Maar ja. Voor meisjes kunnen er heel snel gevoelens komen. Het is echt bewezen dat bij meiden, zeg maar, als je zeg maar, bed deelt, als je dan meiden een stofje vrijkomt, dat er iets van gevoelens. Dat is gewoon bewezen dat meiden dat sneller hebben als mannen. Ja, meiden hebben toch sneller. Voor als je bij diegene goed voelt, natuurlijk zitten er mensen tussen waar je mee doet en dat je denkt, één keer, nooit meer. Maar er zijn ook mensen tussen zitten waar je inderdaad echt gevoelens van krijgt. Ja. Niet als hij dat weet. En hij wil er niks mee, dan zou ik het afkappen. Dan moet je het afkappen. Want dan ga je zelf zoveel pijn doen. En je gaat het heel moeilijk voor jezelf maken. En als hij het niet weet, dan kan je het bespreken. Want misschien heb hij het ook wel, omdat dat je het niet weet. Ja, dus als, ik zou het inderdaad gewoon zeggen. Dat je hem leuk vindt. En dat je inderdaad niet per se nu een relatie hoeft. Maar dat je wel misschien toe bent aan iets meer dan alleen seks. En als hij dat niet heeft, dan moet je misschien... Stoppen. Ja, dan kan je best gewoon stoppen. Weet je wat ik altijd denk van dat mensen bijvoorbeeld zeggen van ik durf niet iets te zeggen. Maakt niet uit waar het over gaat. Maar je bent altijd in voordeel. Want je moet gewoon zeg maar eigenlijk gewoon die stap nemen om iets te zeggen waar je mee zit. Als diegene bijvoorbeeld het er mee eens is, dan ben je echt opgelucht. Dan denk je van yes, hij snapt het. En als diegene het niet snapt of hij is het er niet mee eens, moet je eigenlijk zo denken van oké. Dan is diegene misschien helemaal niet waard. En heb ik het maar goed dat ik het heb gezegd. Ja, inderdaad. En dan ben ik blij dat ik weet dat ik niks aan dat persoon heb. Ja. Zo moet je eigenlijk altijd. Ja, want hij kan jou er niet aan het lijntje houden. Nee. Of hij niet hem of zo. Dus je doet jezelf eigenlijk altijd een voordeel ermee. Ja, zeker. En ook al is het misschien niet de uitkomst wat die je hoopt. Ook is. Ja. Het is goed. Ja. En misschien is het niet altijd wat je hoopt. Maar dan ga je later wel zien. Het was beter zo. Dus dat is gewoon echt een tip. Gewoon, het is echt iets. Kijk, als je misschien 14, 15 bent, snap ik echt wel dat je sommige dingen niet durft te zeggen. Want dat ik zelf snap ook. Ik heb soms nog maar steeds... Maar nu zeg ik gewoon wat ik vind. Ik heb nog steeds wel eens moeilijke dingen, maar ik probeer wel gewoon echt het echt gewoon te zeggen. Want het lucht op en het wordt er als meestal het niet mee eens is, dan... beter op. Als het echt vrienden zijn of echt iemand waar je van je houdt, wordt het alleen maar beter op. Ja. Want soms hebben mensen niet eens dingen door. Klopt. Dus het is best om gewoon alles bespreekbaar te maken.
praat alsjeblieft over je vriend, vertrouwen en jaloezie. Zou me erg helpen. Ik denk dat dat ook wel iets wat veel, ja, zeg maar, voorkomt. Dat meiden heel snel jaloers zijn en heel weinig vertrouwen in hun vriend hebben. En ik denk ook echt dat het komt doordat het beeld wat er nu een beetje is van jongens. Met al die fuckboys en al die... En social media. Die meiden. En weet je, het is ook gewoon lastig. Het is gewoon zo. Maar ja, je moet eigenlijk maar gewoon zo denken. Tuurlijk, ik ben ook jaloers. Ik kan ook echt heel jaloers zijn. Ja. Maar eigenlijk moet je altijd zo voor jezelf denken van... ook al gaat hij vreemd, hoe jaloers ik ook ben, als hij dat doet, dan doet hij het toch wel. Ja. Zo moet je er gewoon in staan. Je kan wel heel erg jaloers gaan doen, maar als hij het doet, dan doet hij het. Ja, dan doet hij het misschien nog wel meer. Hoe jaloers je bent, misschien hoe meer je er in die hoek gaat drukken. Ja, en als hij het doet, dan ben je niet waard. Dan ben je niet waard. Dan is hij... dan is hij het niet waard. Dan is hij het niet waard, nee. Nee. Dan wie is hij dan? Ja, dan ben jij zoveel dan beter. Ben je zoveel iemand... Hij verlaagt zich echt naar een heel laag niveau. Naar 0,100. En jij staat bovenaan de Mount Everest. En dus dan moet je niet eens met zo iemand in de buurt zijn. Je moet gewoon iemand echt proberen te vertrouwen. En er inderdaad weer gewoon over praten. Ja. Als je iets niet chill vindt, dan moet je het gewoon aangeven. Ja, en misschien kan hij het uitleggen. Ja, kan het uitleggen. Ja. Enorm in mijn eerste relatie, toen dacht ik echt, ik was ook nog maar heel jong en hij mocht zeg maar al uit en ik nog niet zeg maar. En dan denk je echt van, wat gebeurt daar, hoe gaat het daar dan toe? Ik weet niet hoe het is als iemand naar een festival gaat. Ik dacht, dan gaat iedereen lopen met elkaar en zitten hoeren tegen aan te rijden. Zo dacht ik, maar nu, dat is niet zo. En ik bedoel, je bent op een gegeven moment allemaal gewoon oud en wijs genoeg. Als je een relatie hebt, mag ik hopen voor je dat je daar gewoon voor gaat. Ja, inderdaad. En als je elkaar niet vertrouwt, dan zit er iets niet goed. Nee, wel een beetje oppassen, want het kan echt die relatie stuk maken. Dat kan heel echt. Erg. Als je echt te erg wordt naar elkaar toe, dan gaat het... En het gaat steeds meer. Als de een gaat de ander ook. En dan dat is echt zo. Als de een jaloers gaat zitten doen, dan gaat die ander het ook doen. Ja. Omdat hij doet ook bij mij. Ja, dus dan ga ik het ook weer terug doen. Ja. Ja. Het is lastig. Ja, het is heel moeilijk. Vooral op social media zo. Ik snap het echt. En dan zie je al die filmpjes. Maar ze filmen natuurlijk alleen maar weer de leuke dingen. Ja. En terwijl het misschien hartstikke saai is op een feestje. Ja, maar jongens, de waarheid komt altijd boven water. Ja, altijd. Van, ik ben best bescheiden en ik geef heel erg om andere mensen. Maar ik merk de laatste tijd dat ik de mensen moet appen om af te spreken en gesprek moet beginnen. Nu weet ik dat het met corona niet zo handig is. Daarom zit ik ook altijd met de gedachte, geef ze wel mij, ben ik wel goed genoeg. Ook weet ik, als je ouder wordt, die andere prioriteiten hebt. En daarom was mijn vraag, moet je nog moeite doen voor mensen die geen moeite doen voor jou? Ik voel me laatst best wel eenzaam, daarom weet ik ook niet meer zo goed wat ik moet doen. Hebben jullie tips? Ach, ik denk dat iedereen zich wel sowieso een beetje eenzaam voelt. Ja. Ik bedoel, het is bijvoorbeeld dat Isabel en ik dicht bij elkaar wonen en zo. Maar ik zie ook zoveel vrienden die ik normaal wel sprak, zie ik gewoon niet. Nee. Zoveel mensen zie ik niet, spreek ik niet. En het komt gewoon omdat je gewoon niet elkaars pad kruist, zeg maar. Dan zie je elkaar op school, of zie je elkaar op feestjes, zie je elkaar daar en dan app je weer. En dat is gewoon allemaal weg. Dus ik snap echt, als je bijvoorbeeld niet echt een beste vriendin hebt. Nee. En meer losse contacten, dat het gewoon... Dat het nu heel moeilijk is. Ja. Dus, en mensen zitten ook heel veel thuis, hebben... Dus ik merk dat ik heel weinig zin heb in dingen. Dus vandaar dat ze jou misschien ook geen appje sturen. Misschien zitten ze zelf ook wel doorheen. Misschien zitten ze zelf ook wel doorheen, inderdaad. En ja, als ze geen moeite voor jou doen. Kijk, misschien denken we wel hetzelfde. Ja. Ik kan haar of diegene een berichtje sturen van... Hey, ik spreek je weinig. Is er iets aan de hand? Ja. Of is er iets? Of weet ik veel. Ja. Wil je wat leuks doen? Inderdaad. En als ze dan... Nee zeggen of ze en zeggen niks. Vriendschap gaat ook niet altijd om hoe vaak je elkaar spreekt. Maar als je met elkaar bent, dat het dan gewoon goed, dat het zit. Goed zit. En vooral zo'n tijd. Weet je, probeer elkaar gewoon echt te helpen. En iedereen is het kut en moeilijk en zwaar. Echt en zo. Ik zou het echt gewoon tegen diegene zeggen van waarom spreek ik je minder? Ja, en ik denk echt dat je niet enig bent. Nee. Want zelfs ik voel me wel eens eenzaam. Terwijl ik heb Isabel van nog, ik heb Bo van nog, ik heb een vriend. Ja. Terwijl soms voel ik me ook eenzaam. Ik voel me ook eenzaam. Ja. Ik heb natuurlijk vriendinnen, maar iedereen heeft ook nog zijn eigen leven daarnaast. Ja. En voor de rest ontmoet je eigenlijk niemand. Nee. Dus normaal kom ik zoveel mensen tegen. Op school. Zo. Met uitgaan. En die. En Laarne heb je met die. We hebben een gesprekje. En dan. En dan kom je die tegen. Oh, dat is echt een mooi event. Ja. En daar een paar weken mee uit. Ja. En zo. En dus ja.
Dus ja, het is dus echt niet raar nu met corona dat je weinig contact hebt met mensen. Maar en ik denk dat mensen sowieso gewoon lastig vinden om contacten te onderhouden. Want heel de tijd iemand appje sturen van, hey, hoe gaat het? Ja, goed. Ja, want je kan niet afspreken, want je kan niet lunchen. Je kan alleen een spelletje afspreken. Wij spreken ook niet al echt vriendinnen. Nee. Het is alleen op de zaterdagavond dat we met elkaar een drankje doen. En wij zien elkaar dan soms door de week, maar met werk. Met werk of video of iets. Maar niet echt dat je zegt, zullen we even lekker gaan lunchen? Nee. Of even met z'n drieën lekker gaan wijnen ergens. Dat gebeurt niet. Dus wij zijn bijvoorbeeld ook heel weinig met z'n drieën geweest. Ja. Weet je, ik mis dat ook echt. Ja, ik ook. En ik denk ook dat het door de winter komt. In de zomer ga je lekker buiten. In de zomer. Die vlogs van de zomer. Van de zomer. Zo leuk. Dat lekker varen. Ga je lekker buiten dingen doen. Ga je lekker picknicken, rondje lopen. En dan is het ook allemaal niet binnen. Dus no worries. En als ze niks van je willen, dan zijn het ook geen vrienden. Nee, als ze echt gewoon denken van, hoezo app je mij? Dan heb je er ook niks aan. Nee. Maar dat komt helemaal goed. Ik zit met angstklachten en durf niet naar school en zit al heel lang thuis. Help. Ik heb dat ook wel een beetje gehad, die angstdingen. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat je daartegen kan doen. Want ik zou eigenlijk naar een psycholoog voor gaan. Want je wordt gewoon helemaal gek. En ik heb het eigenlijk nooit tegen iemand gezegd. Nee. Omdat ik dacht, ja, ik ben gewoon een mogol en gaat vanzelf wel weg. Ik ben gewoon raar. Ik dacht, boeien, dat is niks aan de hand. Maar het kan je echt heel erg met alles beïnvloeden. Ja, dat kan je echt. Op een gegeven moment zat ik ook op school en kreeg ik alleen maar hartkloppingen zodra de juffrouw hard begon te praten. Of als ik een toets had, dan kon ik gewoon niet maken. Want ik was alleen maar bang dat ik flauw ging vallen of dood ging. Of dat is echt niet leuk. Dus als je echt heel erg angstklachten hebt, ik weet niet waar je voor je angstklachten hebt. Je kan bang zijn om te falen of bang voor dit. Maar ik zou daarvoor naar een psycholoog gaan. Ja, maak het echt bespreekbaar. Ja, echt waar. Want je kan er echt heel lang mee lopen. En dan kan je echt je ding heen. Ik heb gelukkig, ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Maar voor mij is het wel een stuk minder dan eerst. Ja, jij hebt het gewoon een beetje met jezelf. Ik heb het zelf gewoon gedaan. Ja. Ik heb gewoon heel veel leuke dingen gedaan. En mezelf rustig gemaakt van, er is niks aan de hand. Maar en soms had je natuurlijk echt wel je moeder opgebeld. Van dat je naar huis wilde. En dat mijn moeder me moest ophalen dat ik niet meer op school kon zitten. Want ik werd helemaal gek. Ja. Het is gewoon paniek. Ja. Maar om wat? Geen idee. Of als je niet kan slapen of zo. Ik kon ook jaren. Ik heb 2 jaar niet geslapen bijna. Nee. Om de 5 minuten werd ik wakker, kreeg ik paniekaanval. Maar je moet daarvoor echt. Heel veel mensen zeiden dat ook. Iets gaan naar een psycholoog op een gegeven moment. Maar nee. Ik heb het nooit gedaan, maar ik ga het wel doen. Als je echt niks ik kan sowieso als je niet meer naar school kan. Tegen je ouders zeggen. Ja, als je niet naar school kan. Ik weet niet of je ouders ervan weten. Ja. En anders kan je ook gewoon altijd naar de dokter gaan. Hè? Ja. Ik kan altijd gewoon naar de dokter en zeggen van, ik heb dit en ik weet niet wat ik moet doen. Kan je me helpen? Kan je me doorverwijzen? Of ik heb slaapproblemen. Wat kan ik er tegen doen? Ja. En dan kan je misschien verder helpen, want wij zijn natuurlijk verder niet hier expert in. Nee, totaal niet. Maar gewoon maak het bespreekbaar en neem actie onder. Want als jij niet naar school kan, als jij niks meer kan, dan ga je dan mis je zoveel. Dan mis je echt veel. Dat is echt heel. Vooral als je zo jong bent. Ja. Ik weet niet hoe oud je bent. Maar heel veel mensen denken ook dat, psycholoog. Dus als je daarheen gaat, dan zit je echt met problemen. Dan heb je echt iets. Maar is echt niet zo. Nee. Psycholoog is gewoon iemand waar je mee kan praten die niks van je weet. Dus niemand die heeft geen oordeel over jou, die heeft geen iets. Dus die staat buiten, jouw leven. Het is veel makkelijker om tegen een onbekende te praten dan iemand die je goed kent. Ja. Dus, en misschien helpt het wel. Ja, als je echt dingen in je leven gaat belemmeren. Heel veel sterkte in ieder geval. Ja, dat is wel echt kut. Is het gek om twijfels in relaties te hebben of je wel bij elkaar past? Ik denk niet dat het per se erg is. Nee, het is ook niet gek, want het is logisch. Ik denk dat het gewoon menselijk is. Tuurlijk denk je soms wel eens van, maar dat is dan eigenlijk het overdenken wat je hoofd overneemt. Van dat je veel te veel gaat nadenken van, oh maar wat als dit, wat is dat? En ja, je moet nooit denken, wat als? Nee, wat als ik hem niet meer leuk vind? Ja, maar misschien wat als je hem wel leuk blijft vinden? Ja. Dus ik denk dat het sowieso menselijk is om overal twijfels over te hebben. Ook als iets in een supergoede relatie. Ik zit ook in een supergoede relatie, maar soms denk ik ook wel eens van, nou, niet dat ik echt twijfels heb, maar dat je wel gewoon denkt van, ja, ik ga echt iets met iemand aan, weet je wel. Ja. Ik wil niet dat dit voor een paar maandjes leuk is. Nee. Ik wil het gewoon dat het goed zit en dat je dit gewoon het liefst gewoon de rest van je leven door kan gaan. Tuurlijk maar heb je dan twijfels als van. Als je echt
twijfels krijgt van... Vind ik nog wel leuk of... dat je echt als je echt er heel erg aan gaat twijfelen, ja, dan zit het niet goed. Dan gaat het langer termijn gaat het fout. Ja, echt dat je twijfels krijgt van... Ik heb geen zin om hem te zien. Ja. Of ik heb het niet zo leuk meer. Of ik voel het niet echt. Ik voel me verplichting om te appen. Als je dat soort twijfels hebt, dan zou ik wel echt... Ja, dan gaat het wel, zeg maar... Daar gaat en het kan, hè, dat het even... Ja, het kan ook later goed gaan. Ja, misschien is het gewoon momentopname dat je niet lekker in je vel zit, dat het gebeurt. En bespreken het, want het is echt niet raar, hè, als je gewoon zegt van, joh, ik voel het even misschien niet zo erg. Dat kan, weet je. Ja, hoe kut het ook is om te zeggen. Echt kut, maar dat, ik denk juist doordat je het zegt, dat je er dan over kan praten. En dan kan je wat aan doen misschien. En misschien komt het wel ergens door en dan kan je dat ook oplossen. Ja. Dus ik zou dat gewoon aangeven als je twijfels hebt. En het hoeft niet te zeggen als je twijfels hebt dat je het ermee wil stoppen. Nee, totaal niet. Dus... Maar te grote twijfels, dan moet je er wel aan gaan denken van is het wel wat ik wil. Maar als je even twijfelt, heb je altijd wel eens in de relatie. Soms heb je wel eens even een week dat je denkt, en de volgende week denk je weer, nou, waar de fuck dacht ik over? Ja, waar gaat dit op? Daarom. Weet je wel? Dus niks aan de hand. Soms kan je zelf ook gek praten. Ja. Hoe gaan jullie om met dat je vriend soms porno kijkt op Fit Girls op Insta geldt? Ja, ik heb daar dus zo geen probleem mee. Nee, maar ik had dat niet. Ik had het begin wel. Maar Sarah, ik was 16. Ja. En ik dacht van ja, als je porno kijkt, dan vind je mij niet sexy genoeg. En dan ga je dat maar doen. Ik vond echt no go. Echt? Ja. Oh, mijn boet echt niet. Maar nu, als ik nu vind, is ik lekker. Of dat mensen probleem maken omdat een jongen iemand anders foto liked. Nee, dat is... Wat boeit dat? Ja, ik ben misschien heel makkelijk daarin. Of dat hij geld op een ander wijf, ik ben zijn vriendin hoor. Ja. Ik ga toch ook eens op een seksueel. Ik denk van oeh, op Insta, ja, dat boeit me niet. Maar ik vond het porno eerst ook, vond ik dat ik dacht, ja, maar je hebt toch met mij. Maar nu zou ik echt denken, nee. Ja, maar het is echt gewoon puur dat ding hard te maken. Ja, echt gewoon klaar. Het is echt niet dat ze denken, ik wil dat wij vertrouwen. Nee. Nee, tuurlijk niet. Ze vinden het alleen maar een vieze hoer. Ja. Dus ja, ik weet niet. Je moet eigenlijk gewoon... Mannen zijn mannen, weet je. Ja. Zo zijn ze gewoon. Dus je moet ze gewoon lekker laten daarin. En kijken mag. Ik vind zoiets van, joh, kijken mag. I don't care. Mij boeit het niet of zo. Nee. Op dat vlak... ik zou het erger vinden als... Ik voel me jaloerser als hij met een meisje zat te praten gewoon. Dat vind ik kut hoor. Dat is kutter dan als hij naar porno. Ja, of dat hij naar een Instagirl zo'n fan... Ja, Kylie Jenner of zo kijkt. Ja, I don't care. Dat boeit me ook echt niet. Nee. Ja. Het is maar een plaatje, weet je. Mannen zijn mannen. Maar als je echt jong bent, snap ik dat sommige dingen kut is. Maar ik zou het gewoon niet te veel achterzoeken. Want als je zegt, ik wil niet dat je het doet, doet hij het toch wel. Ja, tuurlijk. Hij doet het gewoon. Tuurlijk. Ik dacht altijd, nee, doet hij niet. Natuurlijk doet hij dat. Ja. Maar als je jong bent, dan ik snapte dat niet. Ik heb dat nooit echt gehad. Maar ik zou er echt niet druk op maken. Nee, jongens zijn gewoon jongens. Ja. Jongens denken gewoon met een piemel. Ja, ik echt met een piemel. That's life. Daar moeten wij vrouwen helaas mee leren leven. Ja. Heel veel tips over scheren. Ja. En dan vooral down under. En gewoon spultjes. En koop sowieso goed scheermes. Sowieso. En ja, ik weet niet. Tegen de richting ingaan. Nee. Ik weet dat iemand die dat doet. Maar dat is echt heel slecht voor je. Je krijgt er wondjes van. Ja, en bultjes. Daardoor krijg je bultjes. Gewoon, ook al, er zit altijd wel iets van een stoppeltje. Ik heb dat. Sommige mensen hebben dat niet, hè? Sommige mensen hebben dat. Ja, maar jongens, dat boeit jongens echt niet. Nee, een beetje stoppels of zo. Het hoeft toch niet helemaal glad? Wat boeit dat? Ja, ik vind dat zo gezeik. Ja, sorry hoor, maar nee, ik zou gewoon een goed scheermes kopen en gewoon met een richting mee. En niet te vaak, ik bedoel... Nee, of niet elke dag als er één klein, dat is ook niet goed voor je. Houd het gewoon netjes bij en prima. Ja, dat is het. Ja. En heel veel zag ik ook hoe oud we waren en zo. Weet ik niet. Ik gewoon sinds dat ik het een beetje kreeg. Ja. Want ik was... Ik een tijdje ook, toen dacht ik echt, hè, wat moet ik nou doen? Ik was best wel jong. Maar ik had het niet gezegd tegen mijn moeder. Nee, ik ook niet. Ik had op een gegeven moment gewoon een scheermes. Want ik durfde het sowieso niet te zeggen. Ik ook niet. En toen, ja, gewoon vooral met bikini en zo, dan schaamde ik me. Dan wilde ik dat echt weg hebben. Ja. Echt. Ja. En wij hadden ook wel een beetje met vriendinnen onder elkaar erover. Ja. Ja, wij zijn best wel open geweest qua vriendinnen en zo. Iemand zegt, mijn vriend is vreemd gegaan met mijn beste vriendin. Gek genoeg ben ik alleen boos op mijn vriendin en niet op mijn vriend. Iedereen vindt het onterecht dat ik hem vergeef. Wat raden jullie aan? Help a girl out. Zo. Oh my god.
ik snap dat je heel erg boos bent op die vriendin. Ja. Want, maar eigenlijk moet je nog, ja, je moet op allebei even boos zijn. Maar je hebt een relatie met je vriend. Ja. En die gaat vreemd. Ja. Je hebt geen relatie met je vriendin. Nee, ik bedoel... Maar je, vindt die vriend natuurlijk leuk, die speelt hem niet kwijt. Ja, dat is het. Ja. Je wilt hem vergeven, want als je verliefd bent, dan zie je alleen maar een perfect plaatje. En je ziet niet de slechte dingen. Nee, klopt. Maar nee, je moet het uitmaken, denk ik. Je moet voor jezelf opkomen op dit moment. Want als iemand vreemd komt met je beste vriendin... Kijk, in principe, je beste vriendin... Ik zou niet eens boos worden. Ik zou gewoon diegene uit mijn leven verwijderen. Ja. Ik zou niet eens boos worden. Ik zou gewoon denken, wie de fuck ben jij? En ik praat maar tegen jou. Nee. Ja. En op mijn vriend, daar word ik boos om. Met hem heb je een relatie. Met hem heb je een soort afgesproken om niks met een ander te doen. Met een ander te doen, inderdaad. En dat jouw vriendin zo het vertrouwen beschadigt. Ja, dan ben je gewoon geen vriendin. Nee, dus ik zou dus allebei uit je leven verwijderen. Ja. What the fuck. Nee. Dat is echt heel gaar. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Ik zou het niet willen voorstellen. Nee. Zou jij dat doen? Maar nee, dat kan niet. Dat kan niet. Bij ons. Dat bestaat niet. Nee, ik zou iets wel echt gewoon een week met mijn vriend in een huis dumpen en ik weet gewoon dat het niks sowieso. Dat, nee, ik zou mijn vriendinnen nooit pijn doen iets doen. Nee, echt niet. Dat haat ik. Nee, en ik ook echt niet. Nee, echt niet. Sowieso ik heb zelfs niet. Een keer bij Dylan geslapen. Ja. Toen was jij er niet eens. Gewoon op de logeerkamer. Maar gewoon, dat boeide me echt niet. Nee, ik heb er niet eens. Van. Normaal ben ik dan echt zo'n persoon die denkt, oh, ik lig wakker ervan, maar... Nee. Ik ben gewoon gaan slapen. Ja. Bind me niet. Daarom, maar dan is je relatie niet goed. En je vriendin is dan ook niet een echte vriendin. Want dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Nee. Lekker. Ik krijg een video binnen dat mensen die tacos van ons hebben nagemaakt. Vet leuk. Oh, heerlijk. Oh. Mijn vriendin is zo toxic. Dus hij heeft internetvriendinnen. Maar ik word gek van haar. Ik moet altijd mijn locatie aan hebben. Zo niet ben ik een hoer. Ze moet de planning van mijn dag weten. Als ik haar die vertel en er verschuift iets, wordt ze knettergek. Ik heb al aangegeven hoe irritant ik het vind. Maar dan doet ze zielig. Ik wil haar niet kwijt en ik weet niet wat ik moet doen. Zo. Wat? Dit is een meid. Ja, dus gewoon echt een vriendin. Ja, of misschien is ze lesbisch. Oh, het is een internetvriendin, zegt ze. Dat is raar. Dat is zij niet fake dan? Is zij niet zo is zij niet een van de catfish? Creep. Je wordt dat zie je ook van die catfish-programma's. Ja. Gewoon een creep die er een beetje achter zit te stalken. Ja, die dit bij heel veel. Ik zou hier echt mee oppassen. Ja. Tenzij je echt facetimed. Ja, dan is het anders. Maar misschien je kent haar niet. Misschien is zij wel helemaal knettergek in haar hoofd. Ja, dat ik zou dat als jij diegene niet echt persoonlijk kent. Zo gecontroleerd over jou. En je kent elkaar niet persoonlijk, je komt niet bij elkaar thuis. En en je zegt, ik wil er niet kwijt. Nou, zo iemand wil je echt niet in je leven hebben, geloof mij. Nee, dat weet ik niet. Dat wordt... Je hebt het al aangegeven, ja, sorry, maar dan niet. Dan kan je wel iets, dan verdien je echt veel iets beter. Je wordt gek van als je de hele dag tegen jou zegt, zet je locatie aan. Wat ben je aan het doen? Maar dat lijkt wel een relatie. Ja. Tenminste, echt knettergekke relatie, zeg maar. Dat je elkaar constant wil. Maar met vriendinnen? Maar het boeit echt niet waar jij bent. Nee. Ik kijk er niet eens op. Heel ik soms nooit. Van waar is ze? Van wat is ze aan het doen? Of waar komt ze al bijna of zo? Bijvoorbeeld. Maar het is nog nooit dat ik jou heb geappt van wat de fuck doe je daar? Nee, of wat doe je daar? Of ga weg daar. Ja, maar of dat je elke keer appt van wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja, ik ga zo naar de supermarkt. Huh, maar je zou toch naar het sportschool gaan? Ja. Nee, oké, er zit niemand te lachen, maar het is helemaal niet grappig. Nee. Nou, ik zou echt gewoon zeggen van sorry, maar of je houdt ermee op of ik hoef je nooit meer te spreken. Ja. Ons levensmotto is echt, maak het bespreekbaar. Ja, zeg het. Gewoon, that's it. Zeg het. Ja. Vraag het. Oké, ik hoop dat jullie een beetje genoeg hebben geholpen. Laat zeker weten of je deze video leuk vond. Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ja, zit in de comments wat je ervan vond. Hebben jullie geholpen? En welke tips heb je nou veel gehad? Help each other. Girls help girls. Echt waar, meiden. Want jongens kunnen echt soms kut zijn. En meiden ook. Verschrikkelijk. Dus wees alsjeblieft al een beetje lief tegen elkaar. Vooral in deze tijd. Ja, inderdaad. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet ook zeker niet te abonneren. En ons te volgen op Instagram. En dan zien we de volgende keer weer. Doei! Doei!